In de nacht van maandag op dinsdag was er in Nederland weer noorderlicht te zien. En dat komt niet zo heel erg vaak voor. Maar hoe ontstaat dat noorderlicht eigenlijk? Onze zon in het zonnestelsel is een enorme bol met gas. En af en toe vinden er explosies plaats op het oppervlak van de zon. En dat zorgt ervoor dat er een wolk met geladen deeltjes de ruimte in wordt geslingerd. En als zo'n wolk met geladen deeltjes richting onze aarde reist, noemen we dat ook wel een zonnewind. En als die wolk met geladen deeltjes richting onze aarde komt, komt die op een gegeven moment ook in botsing met onze atmosfeer. En de energie in die deeltjes gaat een chemische reactie aan met de gassen in onze atmosfeer. En dan komt er licht vrij. En dat zien wij dus als dat kleurrijke licht van het noorderlicht. En er gebeurt nog iets, want door het magnetisch veld van onze aarde worden die deeltjes ook afgebogen richting de Noord- en Zuidpool. Op de Noordpool noemen we het dan noorderlicht en op de Zuidpool noemen we het zuiderlicht. En bij zo'n krachtige explosie van de zon, waarbij er heel veel deeltjes richting de aarde worden gestuurd, is het noorderlicht nog intenser, nog kleurrijker en komt die ook zuidelijker. En dat zijn dus de explosies waarbij wij ook in Nederland noorderlicht kunnen zien. En meestal is het dan fotografisch noorderlicht, moet je een camera met een lange sluitertijd neerzetten. Maar hele krachtige explosies kunnen soms ook met het oog waargenomen worden. Het meest intense noorderlicht zie je natuurlijk op de Noordpool, maar ook bijvoorbeeld in Lapland, in het noorden van Noorwegen en Zweden. Maar dat noorderlicht in Nederland kan ook verschillende vormen aannemen. Heel af en toe zie je echt die groene kleuren. Maar het noorderlicht kan bij ons ook een beetje een roze of rode gloed aannemen. En dan zie je af en toe ook van die dansende pilaren aan de hemel. En vaak zie je ook nog eens een mooie sterrenhemel erboven.